Ja? Woehoe! Oh, ben jij het? En daar is zuster Fientje met de bloemen. Wel, hoe gaat het met mijn grote patiënt? Gaat wel. Piet, nou ben je toch weer gaan rondlopen. Je moet onder die deken blijven zitten, dat weet je toch wel. Ik moest jou toch open doen? Ja, ik had mijn sleutels vergeten. Ja, die heb je in je hand. Ach. Kijk nou eens, wat dom van me. Dat komt door die bloemen. Kijk eens even, die is niet prachtig. Die heb ik op de kwekerij gekregen. Oh, het zijn toch zulke lieve schatten, die kweken. Ja, heel mooi. Piet, let eens even goed op. Dit is Delphinium. Nee, dit is Delphinium. Dit is Solidago hybridia. Dit is Achillea filipendulina. En dit is een krop sla. Je het gezellig gaat met je kwekers. Oh ja, we hebben de hele middag zo heerlijk zitten babbelen. Ze vroegen nog hoe het met jou ging. En, wat heb je gezegd? Dat je wat vooruit ging. Je moet niet liegen. Wat had ik dan moeten zeggen, Piet? Dat het slecht met je gaat. Omdat jij je pillen niet inneemt. Je hoeft helemaal niks te zeggen. Ze hebben er niks mee te maken. Hé, Piet. Doe nou niet zo chagrijnig, hè? Dat zijn zulke lieve mannetjes. En ze bedoelen het zo goed. Weet je, die ene ouwe, ome Kees. Die heeft Fientje vanmiddag geleerd hoe ze rozen moet snoeien. Nou, had jij dat van Fien gedacht? Heel goed, hoor. Maar wij hebben geen rozen. Dan nemen we toch een volkstuintje? Zetten we daar rozen in, dat kan toch? Zet maar een roos op een graf. Kan je die snoeien? Jezus, Piet, wat ben je nou weer somber? Je doet niet eng, hoor. Nou, ik ga nou even iets te eten klaarmaken. Dan kom ik zo gezellig bij je zitten. Wat wil je hebben? Ik hoef niks te eten. Oh ja, hoor, jij eet wel. Ik maak iets heel lekkers. Ik heb heerlijke lappen. Wat is dit voor een ding? Televisie. Dat zie ik ook, ja. Hoe komt dat ding dan? Die hebben ze gebracht vanmiddag. Heb jij dat krank besteld, Piet? Ja. Jij weet toch dat ik geen televisie in mijn huis wil hebben? Ja, dat weet ik. Waarom staat er dan toch zo'n ding? Omdat ik televisie wil kijken. Piet, je weet niet wat je zegt. Heb je wel eens gezien wat ze op die televisie vertonen? Ja, hele mooie toneelstukken. Scheidstukken zal je bedoelen, met scheidacteurs. En heb je wel eens gezien hoe ze dat opnemen? Allemaal halve hoofden, afgehakte armen, afgezaagde benen. Niet om aan te zien, als je maar weet dat ik er niet naar ga zitten kijken. Mij best. Ik ga voortaan wel hier zitten. Hoef ik die troep tenminste niet te zien. Als je maar niet voor mijn beeld gaat zitten. Gezellig, hoor. Kan ik voortaan 4 avonden in de week stommetje zitten spelen omdat meneer zo nodig naar dat kassie moet zitten loeren? Nou, dan kan ik net zo goed weer gaan werken. Waar dan? Wat bedoel je? Waar wil je dan gaan werken? Je theater is verkocht. Godverdomme. Wat een rot opmerking is dat, zeg. Is het mijn schuld soms? Kan ik het helpen? Heb ik me niet altijd rap gewerkt voor dat carrière-theater? Dat theater deugde niet, dat heb ik je meteen gezegd. Dat theater bracht ongeluk. Ik heb het je voorspeld. Nou, dan is het nou goed dat we het kwijt zijn. Piet, die televisie gaat de deur uit. Goed begrepen. Je belt me met die mensen van die zaak. Dus ze vandaag nog wegkomen halen. Ik pijns ze niet op. Dan bel ik wel vooruit. Hoe heet die zaak? Dat gaat je niet aan. Gaat me dat niet aan? Vind, dat toestel is betaald. Je hoeft er niet op te rekenen dat ze die televisie terugnemen. Dat toestel blijft hier in huis. Geen sprake van, die televisie gaat de deur uit. Als die mensen dat kring niet wegkomen halen, dan zorg ik wel dat het wegkomt. Fien, laat staan dat ding. Ik donder het net zo lief dat erop af. Blijf met je poten er vanaf. Ja,
moet je eens proberen. Durf mij eens te slaan, vuile klootzak. Jezus, Poet. Ik kan je halen. Ja. Jij bent helemaal niet meer de sterkste. Verdomme Piet, hoe moet het nou? Je kan mij helemaal niet meer op een donder geven. Nee. Nee, dat lukt niet meer. Nou, maar dat hoeft ook niet meer hoor. Jij hoeft Fientje niet meer op de donder te geven hoor. Fientje zal voortaan alleen maar heel lief voor je zijn. Kom, ga goed zitten. Zo, deken. Wacht, kus je rug. Zo. Zit je zo goed? Ja. Ja, Fien. Zo zie je er opeens een stuk beter uit, weet je dat? Helemaal niet zo ziekelijk en zo slap. Zoals je er al uitziet. Lijk je precies zo groot en sterk als je altijd geweest bent. Je bent een man met harde handen en die heb ik vaak gevoeld. Je bent een man die met zijn handen onderstreept wat hij bedoelt. Je nam me dikwijls onder handen. Dan genoot ik onverwacht van je spieren die zich spanden, van je woede en je kracht. Je bent een man die met zijn knuisten zoveel dingen heeft gedaan, zoals voor mij het enig juiste dat erop zat, Fientje slaan. Geef me je hand, geef me je hand, Piet, Piet, geef me je hand. Je bent een vrouw met zachte handen. Ik heb nooit begrepen, Fien, dat jij ook slaan kon met die handen. Al heb ik dat vaak gezien. Je bent een vrouw met zachte handen. En je zegt met één gebaar meer dan ik met allerhande grote woorden. Bij elkaar. Ik voel, ik zal niet lang meer leven. Nog een jaar, een maand, wie weet. Alleen jouw handen maken even, even dat ik dat vergeet. Geef me je hand. Ze zijn koud en bijna dood. Je bent een man met harde handen. Fien, ze liggen in mijn schoot. Ik heb zo weinig meer om handen. En ik ben je maar tot last. Piet, ik hou zo van je handen. Laat ze los. Ik hou ze vast. Het zijn uw krachteloze klauwen. Bleek en zwak, beroemd, beroemd. Ze lijken kleiner dan de jouwe. Maar ze passen meer dan ooit. Geef mij je hand, Piet.
geef me je hand. Geef me je hand, Fien. Piet, geef me je hand.